Goedendag, je kijkt naar de Weerswachting van Weerplaza.nl en we gaan uitgebreid in op het weer dit weekend. Maar we beginnen bij vanochtend, toen was het zeer mistig in een groot deel van het land, maar die mist die loste in de loop van de ochtend op. We zien dat ook op deze satellietfoto, die is van rond half twaalf vanochtend en dan zien we een aantal opklaringsgebieden ontstaan boven het midden van het land. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat daar precies... Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en de Veluwe in te herkennen zijn de grote steden, omdat die wat warmer zijn dan de omgeving en de Veluwe omdat die wat hoger ligt. Daar was de wolking dus wat dunner en brak als eerste de zon door. We zien ook dat in Limburg en Brabant op dat moment al grotendeels zonnig was en in de loop van de middag brak op steeds meer plaatsen de zon door. Dat zien we ook in de bewegende satellietbeelden. De gaten die ontstaan na 11 uur en vanaf een uur of 12 zien we de bewolking steeds verder terugtrekken. Uiteindelijk ging ook in het noordoosten de zon nog flink schijnen. Lang profiteren we niet van de opklaringen. Vanavond neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe, blijft dan nog wel droog en de temperatuur ligt rond een graad of 8. In de loop van de nacht kan er plaatselijk wat regen of motregen vallen. Dat zijn kleine hoeveelheden en de temperaturen die liggen vanwege het wolkendek niet al te laag, minimaal tussen de 5 en de 7 graden. Geen vorst aan de grond dus. Morgen overdag hebben we totaal ander weer dan de afgelopen dagen, maar het is toch niet heel erg slecht. Dit kaartje suggereert dat het flink gaat regenen, maar dat is niet zo. Vroeg in de ochtend valt er lokaal nog een spatje, dan is het grotendeels droog. Ook morgenmiddag wel bewolkt, amper zon, maar wel grotendeels droog. Daarbij temperaturen dan van 10 graden. En ook dat is flink lager dan de afgelopen dagen. De wind neemt in kracht toe naar 4 tot 6 bovenvoor. Steviger dan de afgelopen dagen, maar nogmaals wel grotendeels droog. In de avonduren moeten we wel de paraplu weer meenemen. Vooral naar het noorden, midden en oosten kan er dan wat lichte regen en motregen vallen. Die neerslag die trekt in de nacht naar zondag weg. Zondag overdag komen er dan opklaringen en vooral zondagmiddag gaat de zon flink schijnen. De kwik gaan weer omhoog, 13 tot 15 graden, maar de stevige westenwind blijft aanwezig. Dus zondag prima weer, maar niet zo fraai als de afgelopen dagen. Maandag en dinsdag kan er een enkele bui vallen, de wind neemt iets af, de zon breekt heel af en toe door en temperaturen liggen dan rond 12 graden. En ook op de langere termijn zien we weinig gebeuren in de temperatuur. S'middags ligt die meestal rond de 10 graden. Een terugkeer naar temperaturen van 15 graden en meer zit er voorlopig niet in. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.